Kerst 2012. Kerst en jaarwisseling liggen dicht bij elkaar. Het ideale moment voor een terugblik en bezinning. Wat is er dit jaar gebeurd en waar zijn we mee bezig? Het is goed om onszelf die vraag te stellen. Individueel, maar ook als gemeenschap. Het afgelopen jaar is er in de gemeente Oldebroek heel wat gepasseerd. Dit jaar zijn er maar liefst 3 wethouders afgetreden. De gemeente was genoodzaakt flink te bezuinigen, de tering naar de neering zetten. Onontkoombaar, maar ook pijnlijk en ingrijpend. Soms was er ook verzet tegen de bezuinigingen. Begrijpelijk, maar toch, de tijd van meer is voorbij en de tijd van minder staat voor ons. Als samenleving moeten we met elkaar een nieuwe weg ontdekken. Het gemeentebestuur wil daarom in 2013 graag samen met u een ontdekkingstocht gaan maken. Meer samenleving en een andere overheid. Dat motto willen we met elkaar concreet gaan maken. Het startschot voor deze ontdekkingstocht wordt gegeven tijdens de nieuwjaarsreceptie op 7 januari aanstaande in het dorpshuis in Wezep. U bent bij deze alvast hiervoor uitgenodigd. Het einde van de economische crisis is nog niet in zicht. En de gevolgen daarvan worden steeds meer voelbaar. Natuurlijk is het goed om te relativeren. Mondiaal gezien zijn we in Nederland bevoorrecht. Maar we moeten de gevolgen van de crisis ook niet onderschatten. Steeds meer mensen komen in financiële nood. Voor veel gezinnen is de schuldenlast een groot probleem geworden. En dan kan snel ontwrichting ontstaan. Er is veel leed waarbij in stilte wordt geschreeuwd om hulp. Omzien naar elkaar is dan o zo belangrijk. Weten wat de ander nodig heeft. Er voor de ander zijn. Dat is samenleven. Nederland is een beschaafd land. We zijn een land waarin we ons voorstaan op onze vrijheid. Maar wat een worsteling om daar goed mee om te gaan. Wat gunnen we elkaar soms weinig? Wat nemen we elkaar de maat? Laten we ruimte geven aan de ander, over en weer. Geen onverschilligheid, maar betrokkenheid. De kunst van het samenleven is een opgave. Echte vrijheid vindt zijn vervulling in het dienen van elkaar. We staan ons er ook graag op voor dat we erg sociaal zijn. Maar intussen, er is veel stille armoede. Er is veel eenzaamheid. Er is veel psychische nood. Omzien naar elkaar, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar echt samenleven vraagt inspanning. Vraagt echte belangstelling voor de ander. Het leven is enorm kwetsbaar. Ons leven kan soms heel abrupt eindigen. Een noodlottig ongeval, een vreselijke schietpartij zoals een paar weken geleden in Amerika, maar ook zelfdoding is me al te vaak in het nieuws. Mensen die geen uitweg meer zien. Jongeren die zelfmoord plegen omdat ze het pesten niet langer kunnen verdragen. Denk aan het meisje van 15 jaar uit Staphorst. Naar schatting 1000 kinderen durven niet naar school uit angst voor pesten. Hoe gaan we met elkaar om? Wat kunnen we elkaar moeilijk maken? Maar ook, wat kunnen we elkaar gelukkig maken? Omzien naar elkaar. Positieve aandacht voor elkaar. Wat geeft dat een energie? En het kost niets. Sterker nog, het levert ons heel veel op. En geld wordt dan echt betrekkelijk. Als mensen gelukkig zijn, dan kunnen ze stralen. Schitteren in het licht. Het licht van kerst. Het licht van de geboorte van Gods Zoon. Het licht van zijn liefde. Alle mensen zijn geschapen met het doel om te schitteren in zijn licht. Een kind is ons geboren. Immanuel,
God heeft naar ons omgezien. Zijn liefde maakt ons volmaakt gelukkig. Dat we die vrede mogen proeven met elkaar. Ik wens u van harte gezegend kerstfeest.